Waarover gaat narcisme precies? Deel 2. Het evaluatiestadium. Welkom op een video van narcisme.blog. Deze fase is zo pijnlijk. Dit is wanneer de narcist weet dat ze je hebben. Je bent voor hen gevallen. Je bent emotioneel betrokken en de narcist heeft je goed gebombardeerd om je daar te krijgen. Dus hun werk is gedaan. Nu gaan de narcisten je verslaafd maken. Het trauma van de narcist pint je en wisselend van techniek, waar ze je eerst en baden, nu gedragen ze zich alsof er iets mis met je is. Ze gedragen zich anders met je, plotseling ben je niet alleen niet meer speciaal, maar er is iets heel erg mis met je. Ze schamen je. Dit is een van de redenen waarom deze relaties zo moeilijk zijn om te overkomen. Ze stelen je zelfrespect. De narcist steelt je gevoel van waarde en het gevoel dat je genoeg bent. Als je je dan gebroken en verdrietig voelt, stuiteren de narcisten terug en zijn ze weer aardig. Dit patroon begint. Dan raak je verslaafd aan de momenten dat de narcist aardig tegen je is. Dit is hoe ze je verwonden. Het is hetzelfde met hen allemaal. Ik heb heel veel gevallen gezien, ze lijken allemaal vergelijkbare patronen te volgen. Relaties met narcisten zijn doordrongen van verlies. Je verliest jezelf. Je verliest je zelfrespect en waardigheid. Je verliest je zelfvertrouwen. Je verliest je realiteitszin. Je verliest je vermogen om goed te functioneren. In veel gevallen verliest u uw financiële middelen. U kunt uw geestelijke en lichamelijke gezondheid verliezen. Je verliest je vrienden en familie. Je verliest je onschuld en je gevoel van veiligheid. Je verliest je vertrouwen en gevoel van welzijn. Je verliest een eerlijk geloof in mensen, het leven en soms zelfs God. Je verliest je hoop en je dromen. U kunt uw bezittingen verliezen. Je kunt zelfs je verlangen om te leven verliezen. En er is zoveel meer. De narcist is het enige in het leven dat alles kan vernietigen als je ze niet tegenhoudt. Hoe doet de narcist dat? Door manipulatie. Helaas moet je je realiseren dat je geen relatie had. Je werd bedrogen en maakte deel uit van een manipulatie. Terwijl je 100% in het spel zat, speelde de narcist een spel. De narcist volgt over het algemeen hetzelfde patroon met iedereen. Liefdesbom, devalueren, weggooien. Een deel van het genezingsproces is zich realiseren dat je helaas gemanipuleerd en bedrogen bent. Dit was nooit een relatie die zou zijn geslaagd. Het was een spel. Voor jezelf moet je stoppen met spelen. Onderschrijf ons videokanaal en nieuwsbrief.